Hallo mensen, ik ben weer terug op het beeldscherm voor de mensen die me niet kennen. Mijn naam is Dylan. En we gaan vandaag een paar vragen stellen aan de mensen hier in Dordrecht. Mannelijkheid? Ja. Wat is voor jou mannelijkheid? Borsthaar. Ja. Ja. Ja, jongens, haargroei. Ja, haargroei. Nou ja, wat is mannelijkheid? Respect naar de vrouwen hebben. Mooi, mooi. Ja, wat nog meer? Ja, borsthaar, baardje, hè? Ja, zoals je ziet, ik heb er ook een. Ik moet me eigenlijk scheren, maar ja. Nee, ja, toch? Ja. Nee, ja, ik heb er een week over gedaan, man. Ik ben helemaal trots, toch? Ja. Jongen, dit heeft 3 weken geduurd en ik wil er nu al vanaf. Ja, voor jou is het een lastige vraag, maar... Nogal. Mannelijkheid. Oké, okay, laat me het zo zeggen. Wat is in jouw ogen maakt de man de man? Nou... Ik weet niet, ik ben daar zeg maar heel vrij in, zeg maar, van... Dat is precies, dat is net hoe jij je voelt, zeg maar... Als jij geboren bent als vrouw, maar je voelt je man, dan is dat ook goed. En dan ben jij gewoon, voor mij gewoon een man. En dan spreek je ook met hem en hij aan. Maar verder heb ik niet echt een paar punten waarvan ik zeg van... Dan ben je een man en dat is mannelijkheid. Ja. Ik vind echt dat dat dus iets is van hoe je je voelt zelf. Mooi gesproken, mooi gesproken. En nu aan jou, en ik verwacht een ander antwoord. Niet man, dat krijg je zeker. Dus, ik ben er heel simpel, dan heb je gewoon een lul, dan ben je een man. Ja. Er zit een kern van waarheid in, maar dan in mannelijkheid het geheel. Stel je voor, ja, kijk, wij zijn mannen. Ja, en er wordt altijd tegen ons gezegd, ja, we moeten onze man gedragen. Ja. Wat is dan voor jou mannelijkheid in die zin? Ja, Dus wat vind jij dat een man altijd moet doen? Betalen op de eerste date. Nee, wat zei je? Ik zei betalen op de eerste date. Klaar kunnen staan voor de mensen waarom je geeft. Meer is eigenlijk niet echt nodig. Ik bedoel, de hele wereld kan je zeggen, je bent een kleine klootzak, maar je kan niks, je bent geen man. Nou, als de mensen waarom je geeft nog steeds zeggen, je bent een man, maakt niet uit wat je doet, dan dat betekent dat je nog goed doet. Mannelijkheid. Het is gewoon, broer, hoe je mensen behandelt, hoe je zelf behandelt. Het hoeft niet per se jouw uiterlijk of zo. Ja, van binnen, snap je? Dat is mijn... Het klinkt zo, man. Dus jij vindt dat mannelijkheid van binnenuit moet komen? Juist. Yes. Dus niet dat het zit bij je kleren... Nee. Of op de manier hoe je gedraagt... maar hoe jij bent tegenover iemand anders? Juist, yes, juist. Yes. Wat vind jij van geweld tegen vrouwen? Geweld? Doe je slaan en zo? Ja, dus als jij bijvoorbeeld een vrouw hebt... Ja. En je zou haar slaan... omdat ze bijvoorbeeld te laat thuis komt. Zou je dat goed vinden en waarom vind je dat niet goed? Nee man, ja. Ik ga haar sowieso niet slaan, snap je? Maar ja, we gaan dat bespreken. Een paar regels, maar slaan dat is niet mijn type, man. Dus wat je probeert te zeggen is, als je als man zijn een vrouw slaat, gaat dat te ver? Ja, sowieso. Ik vind eigenlijk dat het niet kan. En dat je ook zeker voor jezelf op moet staan als het gebeurt. Waarom vind je dat niet kunnen? Nou, iedereen is gelijk toch? Lijkt mij in dat opzicht. Ja, mooi gesproken. En jij? Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, ik vind het een beetje onzin. Om alleen te vrouwen, ja, ik weet niet. Ik vind het niet kunnen, ja. Ik vind het maar vreemd en abstract. Je hoeft geen geweld uit te doen. Je kan gewoon rustig aan doen en met mensen uitpraten. Oké, okay, mooi gezegd. En stel je voor, je ziet het gebeuren. Wat zou jouw eerste reactie zijn? Nou, de eerste reactie is om het rustig te stoppen. En als het doorgaat... Of wat? De politie hierbij ook bij simpel gezegd. Ik wil ergens tussenstappen. Tussenstappen zoals straatmanier? Lichtjes. Lichtjes. Een man die een vrouw slaat is zijn ballen niet waard. Zoals jullie horen thuis. Maar mijn vraag is aan jou. Waarom vind je dat? Ja, een vrouw is toch het zwakkere geslacht fysiek. En je gaat gewoon geen vrouw slaan, weet je. Dat is gewoon onrespectloos. Zorg er niet voor dat jij het stopt. Zorg ervoor dat andere mensen het kunnen stoppen. Als jij denkt dat jij het probleem eindigt, is het probleem ergens anders. En dan is het alleen rondje weg, maar nooit verderop. Zorg ervoor dat mensen het zelf kunnen stoppen. Dat is meer het doel wat je moet uiten. Niet om te denken aan een organisatie die alles stopt. Want dat bestaat niet. Mooi gesproken. Dus de mensen die zeg maar in dit probleem zitten. Wat zou jij tegen hun willen zeggen? Vrouwen en zo. Ja. Ja man, ik zou zeggen, behandel je vrouwtje goed. En ja, slaan mag alleen op bed. Verder niet, man. Zo. Probeer gewoon een klein beetje rustig te zijn rond alle mensen. Als iedereen een klein beetje respecteert hoe je zelf wil gerespecteerd worden,
dan op een gegeven moment kom je wat sneller open te staan als je het ook zegt tegelijk. Dus vertel dat jij ongeveer zo wil behandeld worden, dus je behandelt hem ook zo. Op die manier kan je nooit zeggen dat er ongelijkheid is, want voor ieder in het oogpunt ben je gelijk dan. Wees jezelf. Ja. Kom gewoon uit van wie je bent of wie je wil zijn. Dat doe je ding. Ik denk als jullie twee ooit samen met elkaar hebben, dat zij de broek aan heeft thuis. Daar heeft hij een soort van wel gelijk in, ja. Gaat er vanuit op de broek. Mensen. Ga er vanuit, je weet het misschien niet. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Leuk. Ja, mensen, het is gezellig hier in Dordt. En ik spreek je dadelijk wel, jongens. In de fabriek van Coolrec hebben ze het woord afval nog nooit gehoord. Alle kapotte elektronica die hier naar binnen gaat, komt er als iets nieuws uit. Wij mochten vandaag even meelopen. Ik ben Abouker. Ik ben hier 1,5 jaar al. Goedemorgen, ik ben André van Dam. Ik werk hier nu bijna een jaar en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Coolrec is voor mij, is mijn toekomst. En ik voel me thuis. Je hebt hier in principe geen opleiding voor nodig. Het is wel, je moet wel van werken houden. En ook wel echt doorzettingskracht hebben om het vol te houden. En daarbij moet je ook wel fysiek redelijk gezond zijn en sterk om het überhaupt te kunnen. Daarbij moet je wel VCA hebben, voor veiligheid. En er zijn ook binnen het bedrijf kan je ook diverse certificaten halen voor de heftruck en noem maar op. Ik verdien hier goed. Het bedrijf heeft mij betaald om zoveel opleidingen te gaan doen. De werksfeer is hier zeer prettig. Ik kan het iedereen hier goed vinden ook. Ik bedoel, het zijn net allemaal vrienden van mij hier. Pauze komen wij natuurlijk allemaal bij elkaar, dus dan is dat gewoon gezellig. Grapje hier, grapje daar. Dan jat iemand weer een tang en noem maar op en dan ben je weer kwijt. En lachen dat ze dan doen. Ja, het is gewoon gezellig. Uit. Hier hechten hem na het wegen op de band. Na de band hebben we een boorkop, vacuüm. Dat haalt alle olie eruit. Met de knipschaar halen we ook de potjes eraf. En dan gaat de koelkast de machine in. Dit is onze vacuüm boorkop. Hij haalt alle vloeistoffen eruit. Olie wordt afgetapt. Deze werknemer die knipt een potje kapot. De potje kan niet de machine in. Hier wordt het handgepikt. Zware metalen worden eruit gehaald zoals spoelen. Dit zijn dus fracties. Zo gaat het langs een andere shredder, wordt het nog fijner gemaakt. En daarna krijg je een shredder, na de shredder een schroef en daarna een aluminium, ijzer, alles halen we eruit. Dit is een hele mooie machine, is een eddy current. En deze eddy current die zorgt ervoor dat de zware materialen doorschieten. De kunststof pakt deze schroeven. Uiteindelijk krijgen er 3-4 fracties uit. We gaan naar de B2B. Tegenwoordig werk ik hier. En hier demonteren wij heel veel dingen. We halen printplaten eruit. Koper halen we eraf. Eigenlijk alles wat je kan bedenken halen we er zo'n beetje uit en doen we apart. En daardoor levert het eigenlijk meer op. In die dingen die je daar ziet zit zo'n spoel in. Dat zit vol met koper. En ja, dat is natuurlijk gewoon geld waard. En, dus die halen we er ook uit. En daarbij halen we de printplaten halen we eruit, want in dat printplaten zit over het algemeen goud of zilver. En als je dan genoeg hebt, dan kun je er misschien wel weer een ring van maken. De dag zit erop. Ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt opgedaan over dit filmpje. En misschien word je wel net zo'n fijne collega als dat hij het is. Hoi, ik ben Bas en dit is Jan-Michiel. En wij hebben samen de film The Detective gemaakt. Ik heb deze film geregisseerd en Jan die speelt de hoofdrol, Matthijs. Ben ik de hoofdrol? Bijna de hoofdrol. Ja, en ik ben dus de detective. En iemand is dus opgelicht en ik ga hem daarbij helpen. Maar als je de film kijkt, dan zie je toch dat het niet helemaal... Nee, de vraag in de film is, helpt deze detective de hoofdpersoon nou echt?
Of houdt hij hem toch een beetje aan het lijntje? Je gaat het zien. Check de film. The Detective. Heeft u even tijd? U heeft 50.000 euro gewonnen. Hey Goos, waar is die? Ik ben allemaal fucking geld kwijt. Matthijs, professionele privédetective. Wat kan ik voor je doen? Ik heb recentelijk 5.000 euro gewonnen. En nu 42 brief. Het ziet er slecht voor je uit, Bob. Matthijs, het is goed dat je naar me toegekomen bent. Dit is duidelijk een lastige zaak. Je kan op me rekenen. Ik bied tenslotte resultaat. Heb je al gekeken of er vingerafdrukken op zitten? Ik zou niet weten hoe. Als we assen hebben van sigaretten, kunnen we kijken of er vingerafdrukken op zitten. Rook jij toevallig? Maar soms moet je dingen doen waar je niet trots op bent. Ik ben Bob. En ik ben Tim. Kijkers, welkom bij Papa's op de Bank, waar ik met vaders op de bank zit om dingen te bespreken zoals de ontwikkeling, de opvoeding en actuele nieuws. We zijn hier met Marilo. Marilo, yes, welkom. Ja, dankjewel man. Hey, vertel eens een beetje wat over jezelf. Wie ben je? Marilo, 25 jaar, woon in Dordrecht in Sterrenburg. Ik ben kapper en hiernaast nog begeleider bij ASVZ. Super drukke papa dus. En hoe zou jij jezelf beschrijven als vader? Ben je een strenge papa? Ben je een lieve kritisch, papa? Kritisch. Dus ik wil wel dat mijn kinderen alles goed doen en dat ze slimme kinderen worden. Maar ik wil ze ook wel de vrijheid geven om te kunnen genieten van het leven. Als je kijkt naar jouw oudste, die is 3 jaar. Ja. Wat voor karaktereigenschappen denk je van, oh mijn god, dat is echt gewoon papa. Dat heeft ze van niemand anders. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Dat is echt mijn dochter, die houdt echt van gezelligheid. Mijn dochter die houdt van feestjes, altijd verjaardag, die wil altijd happy birthday zingen. Ja, dat ben ik dus ook, weet je. Ja, ze is vooral heel slim en dat hebben ze dan toch wel meer van de moeder. Nou, we hebben voor jou een paar vragen. Het zijn situatievragen, gewoon gericht op niet per se hoe het nu in jouw leven gaat, maar dingen die je tegen zou kunnen komen. Ja. Dus vraag ik jou even eentje hier te pakken en zeggen wat jij, hoe jij het zou aanpakken. Je bent wel vervelend, man. Dit is een vraag, jongen. Oké. Je kind wil in het buitenland studeren, maar hij en jij hebben het geld er niet voor. Ben je bereid te verhuizen om hem of haar droom waar te maken? Ja, dan ga ik kijken naar mijn eigen situatie. Ik wilde graag een opleiding volgen toen ik klaar was met de middelbare school. Maar ik was nog geen 18, dus ik kreeg geen OV. Ja, en die opleiding die was niet in Dordrecht. Mijn moeder die zei toen, je knipt al, dus ik zou maar gewoon sparen. En dan zou ik gewoon met je knipgat een abonnement voor de trein gaan. Dus advies. Ja, een bijbaantje voor je eigen kosten. Dus, ja, precies dat. Ik voor mijn kinderen zou doen. Ik zou denk ik ook zeggen van, hey, het is jouw droom. Ik steun jou daarin. Maar werk er zelf hard voor, want niks komt zomaar op je pad. Je moet zelf wel genoeg moeite ervoor doen. Je kind heeft gestolen en de politie belt hem op. Dat is een bekend verhaal voor hem, hè? Nee. Ik weet wat ik doe. Hé, die zijn nog niet. Nee, grapje. Oké, je kind heeft gestolen en de politie belt jou om hem of haar op te komen halen. Welke acties onderneem jij? Ik ga vragen waarom die heeft gestolen. Sowieso eerst vragen wat die heeft gestolen. Ik zou helemaal mijn kind eens in gesprek gaan voordat ik de politie verder ga vragen. Daarna, waarom die heeft gestolen? Vooral, waarom? Je hebt kinderen die doen het omdat ze het graag willen hebben, maar het niet kunnen krijgen. Je hebt kinderen die willen meelopen. Die het stoer vinden omdat jongens uit de klas het ook doen. Je hebt iemand die de kick gewoon leuk vindt, adrenaline. Heb ik nog één laatste situatievraag voor je? Een beetje, schat toch goed. Een beetje moeilijk voor hem naar boven halen. Oké. Ik ga het nog extra spannend maken. Oeh. Yes! Ik heb hem. Oh, moet ik dit echt gaan vertellen nu? Nee, hoeft niet. Uiteraard. Oké, je kind zijn eerste favoriete nummer is lichtelijk ongepast. Hoe ga je hiermee om? Ik krijg echt flashbacks aan mezelf. Iedereen houdt van Doekoe. Iedereen kent het liedje wat Doekoe van Def Rijs. Oké.
Ik denk, ay, playback show op school. Ik ga met mijn ski bril en mijn muts en mijn baas en mijn baseball t-shirtje, weet je toch? Dus ik ging helemaal klaarmaken voor de playback show. Ik ging dat liedje doen. En die avond daarvoor zag mijn moeder nog tegen mij van, oké, je gaat dat liedje doen, man. Bepaalde woorden en dat. Dus vroeg van, ja, hoe doe je dit, hoe doe je dat? Ik was altijd van uitbeelden en zo. Ja, dus in één keer komt dat stukje van de prijs met alle ballen verzamelen. Dus mijn moeder vroeg, hoe ga je dat doen? Dus ik laat aan mijn moeder zien wat ik in mijn hoofd had. En ze zei tegen mij, daar ben ik het niet mee eens. Dus wat jij gaat doen bij dat stukje alle ballen verzamelen. Je bent een voetballer, dus doe gewoon alle ballen verzamelen. Of leg een bal neer en schop hem en leg hem weer. En doe alsof je die bal schop. Je weet toch, alle ballen, alle ballen verzamelen. Je weet toch? Dus mijn moeder probeerde creatief te zijn. Ik doe, oké, is goed, zo is het goed. Zo ga ik het morgen doen. En hoe heeft dat eigenlijk gepakt? Nou, dus ik kom op het podium. Dus ik denk van, een stukje kom ik. Alles ging goed. Ik had naar mijn moeder geluisterd. En toch kwam een stukje van alle ballen verzamelen. Ik denk, nee, ik vind hem niet leuk. Ja, toch gedaan op mijn manier. Ik greep naar mijn kruis en ik... Dus ik denk dat als mijn kind met zo'n liedje in één keer thuis komt, wat zou ik doen? Wat zou je doen? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Ik heb toevallig twee zonen. En ja. Die zijn volop vier keer duurder. Ja. Nou, jij weet zelf ook wel dat er bepaalde teksten in komen waar je niet tegen zegt. Inderdaad, ja. Ik zeg altijd, thuis mag jij gezellig meezingen. Ja. Vind ik geen probleem. Ja. Maar zijn wij buiten de deur en jij merkt zelf van, hé, dit mag ik eigenlijk niet zingen. Probeer het dan ook niet te zingen. Juist. Want dan krijg je problemen met mij. Als jij, als jouw dochter of zoon later dit terugkrijgt, heb jij misschien een boodschap voor hun nu? Dat ze zeggen van, hé, dat leuk dat papa dat voor mij heeft achtergelaten. Mijn kids, luister. Dit is papa toen hij 25 was. Kijk papa over 20 jaar weer. Een hele andere papa zal je zien. Sowieso. En ik wens je sowieso gewoon het allerbeste. Je weet zelf, papa gaat alles voor je doen. Tje. Nodig heb om een grote mens te worden. Succesvol en alles op behalen wat je wil. Hey Marilo, dankjewel voor het komen. Ja toch. En voor de kijkers, heb jij vragen of heb jij zoiets van ik wil hier zelf op de bank zitten? Mail ons dan en misschien zien we jou snel. Tot ziens en dankjewel. Goedenavond dames en heren. Vandaag gaan we koken met... Hallo de heren. Ik ben Sonelis, ik ben 18 jaar oud. Ik ga vandaag lekker koken. Ik hoop echt niet dat het pannenkoeken zijn, want dat vind ik echt niet lekker. Nou Sonelis, ga maar eens kijken wat de ingrediënten van vandaag zijn. Nou, wat zien we daar allemaal? Tarwebloem, kristalsuiker, boter, zout, kaneel, olie, slagroom, Oreo's. En een rijtje. En wat gaan we met dat alles maken? Nou, ik ga vandaag lekker churros maken. En ik vind het lekker, ik vind het heerlijk. Want it's tours, you know. Nou, dat is al lekker enthousiast. Maar voordat we gaan koken, moeten we natuurlijk nog iets anders doen. Snij mijn groentes. Nee. Oh, ik klim mijn haren natuurlijk. Ja. Inderdaad, de handjes wassen. Wel zo gezond. Nou, nu kunnen we beginnen. Haal de helft van de Oreo's uit elkaar en schraap de vulling ervan af. Het is best onhandig, dus ik ga denk ik toch maar een mes pakken. Ja, dat lijkt me ook wel een goed plan. Met een mesje gaat het natuurlijk een stuk makkelijker. Ik ben hier klaar mee. Nu ga ik iets anders doen. Mm-hmm. Maar de koekje zo fijn mogelijk in de keukenmachine. Ik heb alvast een mengsel van zout, suiker, boter en water. En nu ga ik hier verder mee met mixen. Als je klaar bent met kruimelen, zeef je de koekjes met 75 gram tarwebloem. Als het mengsel in de pan af is, gooi je het bij de gekruimelde koekjes met een eitje voor textuur en een theelepeltje kaneel voor de smaak. Nu ga ik hem een beetje laten afkoelen en dan gaan we verder met de producer. Yay, guys! In de tussentijd laten we de olie op 180 graden opwarmen in de pan. Als je een stukje brood binnen 15 seconden goudbruin kan laten koken in de pan, is de olie warm genoeg. Nou, doe je het in een spuit, maar ja, het kan nu even niet, want die heb ik niet bij me. Dus dan gaan we het op een hele creatieve manier doen. Tada! Heel slim, Sonelis. Spuit nu op een stuk bakpapier reepjes van ongeveer 10 centimeter lang.
Leg ze dan voorzichtig stuk voor stuk in de olie en... Nee, dat is... Je moet iets voorzichtiger... Nou, ik werk zelf bij een snackbar. Dus we mogen nooit zo erg lustig aan mijn lijn. No joke. No joke. Wat is dit?